CONFAF is een conferentie, een fabulous conferentie, geïnitieerd door Student Pride NL en Rotterdam Pride. Waarin onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven een hele sterke factor hebben. Dus eigenlijk mixen we de hele LHBT community met alle facetten die we hebben in het leven. Student Pride Nederland is een stichting. We zijn net opgericht. En wat we doen, we zorgen voor een samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen en verschillende bedrijven. En onze missie is om te zorgen voor meer veiligheid binnen het onderwijs. Voor mensen met een seksuele of genderdiverse achtergrond. En we willen zorgen dat studenten ook die veiligheid hebben straks als ze aan het werk zijn in het bedrijfsleven. Ik ben bij de workshop Religie geweest. En daarvoor heb ik nog voor de PABO ook een workshop zeg maar, gevolgd hier zo. Hoe in het onderwijs met LHBTI plus personen om te gaan. Ik vond zelf onderwijs wat leuks. Ja. Het zat een beetje tempo achter, maar het was ook zeg maar, leuk. Het waren ook wel echt hele andere meningen. En je hoort heel vaak dat dit soort gemeenschappen een soort bubbel zijn waarin iedereen exact hetzelfde denkt. En dan vond ik het juist leuk om nu te zien dat mensen toch over vrij moeilijke onderwerpen toch heel anders denken. Het is heel goed om een discussie los te maken over het onderwijs, over bedrijven, hoe we met elkaar omgaan. Het is belangrijk voor mij omdat ik merk dat ik het zelf wel heel prettig vind dat er zoiets bestaat. Een plek waar dingen worden georganiseerd op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. Dus voor mij is het belangrijk om dat ook te kunnen bieden aan andere mensen. Ik hoor zelf bij de community. Ik merk dat er nog steeds een struggle is in waar hebben we plaats, waar in het bedrijfsleven hebben wij onze plek. Ik heb eigenlijk een hele makkelijke jeugd gehad. Ik heb geen moeite gehad met uit de kast komen. Ik heb nooit problemen ondervonden, maar ik merk wel dat sinds ik uit de kast ben gekomen, ik daarop ben gaan letten dat er veel gekeken wordt nog steeds. Je wordt wel eens uitgescholden, er worden nare dingen tegen je gezegd. En dat gevoel van veiligheid is nog niet 100% hier in Rotterdam en dat creëer je ook zelf. Daar ben ik me ook heel bewust van, maar ik vind het ook heel belangrijk dat dat in je hele omgeving ook gedragen wordt. En ik vind dat Rotterdam daar nog een paar stappen in kan zetten.